Ik is Derek Jackson. Ik is jaren terug in de 50er jaren laat in Oudtshoorn geboren. Groot geworden, hier school gegaan. Na een lange zoeken aan werk en zo aan, heb ik begonnen werk bij een courant, gemeenschapscourantje hier in Oudtshoorn. In die naam van Saamstaan Publicaties. Die courant is in het leven gekomen als gevolg van die politieke omstandigheden binnen in Zuid-Afrika. Vooral met die driekamer parlementsstelsel van 1984 teweeggebracht was in Zuid-Afrika. Nou, grassroots was die voorloop, of althans je dat geïnitieerd. Nou, grassroots was een gemeenschapsorganisatie te Kaapstad, waar ons niets gedraaid van wat die gemeenschap wil, als ook problemen wat in die gemeenschappen is. En dat het grassroots had besef om een soortgelijke courant teweeg te brengen in die Zuid-Kaap. Zo op 27 november 1983 heeft ons samen met Grassroots de eerste keer een werkswinkel gehad om die problemen aan aandacht te geven. Wat uiteindelijk na een week lange gesprek uitgekomen is, is dat het is een moeilijkheid. Dat er zo een courantzaal kan bestaan binnenin die Zuid-Kaap. Nou, die Zuid-Kaap zit in plekken zoals Oudtshoorn, Mosselbaai, Swellendam, Beaufort West en dies meer. Om die courant daar te kan beginnen in die areas. Zo na die naweek van wat ons gehad het om mensen te toetsen of een courant moeilijk is, het ons zeker zo 2 weken daarna een eerste A3 exemplaar uitgebracht met die naam Zuid-Kaap Nies om te toetsen hoe mensen dat zal ervaren indien zo een courant kan postvaderen bij ons. Die is in die is een UDF meeting. Yes. Wat is daar, wat is in die Alfa gaten daar. Daar over daar, die voorgrond is ook dood vandaag. En zo meer. Hier is het op Mandela's verjaardag, waar ik met die koek staan, wat ons boom gebakken. Dat is een foto van hem. En hier heel onder is het bij die politie, die daar haakjes in staan, die politie. Ons is hierna, is die ek en Radio Olifant om inhoud te gaan doen en mensen te gaan interviewen. En soos ons gegaan het van huis tot huis, so het hulle ek en hy achtervolg. Om te kijken waar met wie ons praat en zeker waar oor ons praat met mensen. In wat gebied is hy? Daar is in Mosselbaai. Die regering van die dag was nie gelukkig met die hele, maar die content wat samenstaan gaat gebrengen naar mensen toe. Hulle wou nie, mense moet weet dat hulle die mensen het rechten. So, die samenstaan was van die begin af van hulle een bedreiging. Kom ek sê vir jou dat samenstaan, die eerste keer wat ons Zuid-Kaap Nuus verspreid het, dit was net een bladsy, is 23 mensen gearresteerd vir onwettige bijeenkomst. En is nou net omdat mensen samen gelopen het en die courant gaan verkoop, nie gaan verkoop het, gaan verspreid. Want soos ons die courant verspreid van deur tot deur, is daar gepraat met mensen oor wat in die courantje staan, die problemen wat mensen ervaren, zodat ons achterna weer kan gaan opvolgwerk doen bij mensen. Oor hoe voelen hulle nou, wat denken hulle van die courant en dis meer. So die politie, en ironisch van die zaak was, die politie was op full force uit om die courant te stop. Hulle wou net nie die courant laat die lewe regtig sien nie. Ek meen, ou soos ek nou vandag hier vir jou sit, was seker die mees
die meeste keer geherst voor die koerant. Ek het seker, ek kan eers dink om te tel hoeveel keer ek opgetel was, toegesluit was. Ek was verbied, ek was nie verbied, ek verban. Die koerant was verbied in die middel 80er jare. So, en Oudtshoorn was berug vir sy polisievoors. Die hoofkwartier van die polisie in die Suid-Kaap was in Oudtshoorn. Die hoofkwartier van die Suid-Afrikaanse Weermag was in Oudtshoorn. So die soldate was ook hier so. So, en hulle het niks lekker gevat nie. Ek meen, ek was al onder artikel 29 ingehou, sodat dat jy sien nie jou ma nie, jy sien nie jou broers, niks nie, jy leen het. Daar is die hele paar wat nog leef, maar as die hele paar wat ook dood is. Ek meen, onze voorzitter, Reggie Olifant van die Courant Dice destijds, hy leef nie meer nie. Hy is so paar jaar gelede doodgeskiet in die Kaap in Mitchell Spring. Umbulele Grootboom was een van die zwarte werkers wat samen ons begin het met die Courant. Hy leef vandag nie meer nie, maar as heel wat wat dood is, maar as ook heel wat wat leef. Also is een man met die naam van Mansour Jaffa, wat hy is op die oomblik in die Kaap, Humphrey Josephs, as een leraar, die is daar ook in die Kaap. Dus hy leef nog, hulle was in die eerste, hulle is die eerste twee, wat die sogenaamde redakteurs was van die Courant. Dus hulle woon in die Kaapstad op die oomblik, dus hulle twee leef nog. Dan is dat nou ek, wat dan hier is, maar as die hele paar wat wel nog leef, maar is ook soos ek sê, as heel wat van hulle wat die lewe al gelaat het. Ek het en hy is JJ. Ek het hom nou die afgelopen 10 jaar het ek hom. So, dis nou my African Grey die hier die. En jy gaan nou sien as ek hom ook voorskie hoe slaat sy na die bakjes. Oké, opa, Sintje. Hier, Sintje. Dank je. Dat is je kost. Wat is het? Je hebt steeds kwaad vanuit. Ja, je moet ook kost. Oké, lekker gaan eten. Sintje, alleen nog in, als je is kaam. Ga maar. Als we lekker gaan zoen, maar normaal willen dat mensen, dat doen jullie niet.